Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er zijn nog opklaringen aanwezig boven Nederland, maar van het zuiden uit neemt geleidelijk de bewolking toe. En dat gaan we merken met in de ochtend hier en daar nog wel wat zon, maar in het zuiden waarschijnlijk al vrij veel bewolking. Het is nog wel op de meeste plaatsen droog, de wind is matig uit het zuidoosten en de temperatuur in de buurt van de 10 graden. Vanmiddag wordt het een graad of 14 in het binnenland. In het zuiden neemt als eerste de kans op wat lichte motregen toe en geleidelijk breidt dat zich dan in noordelijke richting uit. Verder verandert er eigenlijk heel weinig. Het is een zachte herfstdag. Vanavond ook nog wat gespetter. Geleidelijk aan wordt het vaker droog. Kan er nog wel een enkele bui vallen, ook in de nacht. En morgenochtend starten we, vooral in de noordelijke helft van ons land, nog met wat lichte neerslag. Maar van het zuiden uit wordt het al snel droog. De zon breekt ook steeds vaker door. En de temperaturen halen nog steeds de dubbele cijfers. 11 graden wordt het. Bij een meest matige wind die naar het westen draait. In de kustgebieden af en toe zelfs noordwest dan het weekend dat wordt een heel fraai weekend met veel zon. Zaterdag nog wel dikke sluierwolken, maar de zon schijnt er al wat doorheen. Zondag is het vrij zonnig en zondag kan het op een enkele plek zelfs 15 graden worden. En ook na het weekend is het zeer zacht, komt misschien wat meer bewolking, maar het blijft droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.